Lekker aan het leren? Goed dat je dat doet met een video van Yo-Yo School. Klik op de link onder de video om toegang te krijgen tot alle video's voor je toets, inclusief de oefenopgave. Dat werkt. Succes met de komende video. Hoi, welkom bij de video over call- en put-opties. Een lastig onderwerp, maar ik ga het stap voor stap met jullie doornemen en na deze video weet je dan precies wat je moet doen. Wat moet je kunnen? Je moet kunnen uitleggen dat door middel van opties risico-hedging plaatsvindt. Moet ik wel eerst even straks gaan uitleggen hoe zo'n optie dan werkt, anders is dat heel moeilijk te begrijpen. En vervolgens ook de risico's van opties en termijncontracten analyseren in relaties tot een short en een long positie. Oftewel, je moet ook weten wat een short en een long positie is. Nou, wat is nou hedging? Ik heb in de vorige video er al iets over gezegd en toen gaf ik al aan, klik hem even snel door, dat bij effecten aandelen je koersrisico's kan afdekken met opties. Dat kan je als bedrijf doen door opties te kopen of te verkopen. En toen zei ik ook, ga naar de uitlegvideo van opties. Nou, daar zijn we. Nou, hoe werkt dit nou allemaal? Laten we beginnen met, wat is nou een recht van een optie? Een voorbeeld is dat je het recht hebt om de onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Dat heet de uitoefenprijs, op een vooraf bepaalde datum. Nou, dit zie je bij call- en put-opties, maar bijvoorbeeld ook in de voetbalwereld. Ajax heeft in 2021 Promes verhuurd aan Spartak Moskou. En ze hebben toen afgesproken dat hij een optie tot koop kreeg. Oftewel, ze mochten Promes tegen een bepaald bedrag, de uitoefenprijs, aan het einde van het seizoen, vooraf bepaalde datum, tegen een bepaald bedrag kopen. Dus je hebt een optie tot koop, zoals dat dan heet. Nou, we hebben het niet over de voetbalwereld, we hebben het over de aandelenwereld. En daar spreken we van een call-optie of een put-optie. De eerste is de call-optie. Je kan een call-optie nemen op een aandeel. Even een voorbeeldje, stel je koopt op 1 januari een optie voor €1,50 per aandeel met een uitoefenprijs van €11. Oftewel je zegt, ik wil voor €1,50 mag je dan die optie voor €11 kopen. En op 1 maart 2021 loopt die af. Dus op 1 maart 2021 tot 1 maart 2021 mag je dat kopen. En dit noemen we dus een call-optie. En belangrijk is dat de onderliggende waarde is de waarde van het aandeel. De uitoefenprijs is de prijs waarvoor je het mag kopen. De optiepremie is hoeveel het kost om dit aandeel te kopen. En belangrijk is bij een call-optie, hoe lager die uitoefenprijs, des te duurder de call-optie. Dus als de uitoefenprijs €10,50 was, dan zou je nog veel meer voor zo'n optie moeten betalen. Wat vrij logisch is, want de kans dat je €10,50 bereikt is veel groter dan dat je €11 bereikt. Als de koers bijvoorbeeld €10 is. Dus hoe lager die prijs tegen de huidige waarde aan zit, hoe hoger zo'n call-optie is. Omdat de kans dat het je lukt en dat je er geld aan verdient is gewoon groter naarmate die waarde lager is. Dan de laatste expiratiedatum, dat is de datum waarop die afloopt. Je gaat alleen zo'n call-optie uitoefenen trouwens als het aandeel hoger is dan de uitoefenprijs, anders verdien je er niets aan. Je gaat niet een aandeel van €11 kopen terwijl die €9 waard is. Nou, laten we eens kijken naar zo'n rendement dan van zo'n call-optie. Even als voorbeeldje, de koers is dan €10 op 1 januari 2021. Je koopt dus voor €1,50 koop je een optie. Belangrijk is wel om te vermelden dat zo'n optie eigenlijk altijd per 100 aandelen is. Dus je zou dan in dit geval €150 moeten betalen. Dan heb je opties op 100 aandelen. Opties worden altijd per 100 verkocht en niet per stuk. Maar voor de duidelijkheid, ik ga het nu even per aandeel doen. Maar je kan ook overal gewoon keer 100 denken. Dan heb je, dan klopt het met de realiteit. Even zo te zeggen. €1,50 is dus het bedrag wat je betaalt. Dus je hebt min €1,50 op 1 januari. Vervolgens blijkt dat die koers helemaal is gestegen tot €13. Nou, het was ook je verwachting. Anders ga je niet €1,50 voor een call-optie betalen. En dat betekent dat je €2 verdient. Namelijk, de koers is €13 geworden. Hij is €13 geworden, je mag hem voor 11 kopen. Dus op dat moment heb je €2 rendement, kan je zeggen. Want je kan hem voor €11 kopen en vervolgens dezelfde minuut nog doorverkopen voor €13. Dan verdien je €2. Nou, je had €1,50 ervoor betaald. Betekent dat je rendement, dat is die uitoefenprijs minder beurskoers, die €2 minder optiepremie, is dus 50 cent. Je hebt 50 cent verdiend aan deze handel. Nou, dan denk je, dat is toch niet zoveel, 50 cent. Maar het kostte je maar €1,50. Dus het is en dat betekent dus dat je 33,33% winst hebt gemaakt. Dat is een gigantische winst. Opties worden ook gezien om een manier om heel veel te verdienen. Het ding is alleen dat het best wel vrij moeilijk is en dat het ook hele grote risico's met zich meebrengt. Als die beurskoers namelijk niet boven de €11 komt, en eigenlijk moet die wel flink boven de €11 komen, namelijk €12,50, dan pas maak je namelijk echt winst. Je hebt namelijk ooit al €1,50 betaald. Dus het is een hoger rendement in dit geval, omdat het positief uitpakt. Maar er zitten veel risico's aan, maar dat is altijd zo. Hoog risico, vaak ook een kans op een hoger rendement. Nou, hoe zit dat nu in een grafiekje? Om het nog één keer te verduidelijken. Eigenlijk heb je een moment van verlies en een moment van winst.
Je verliest sowieso 1,50 euro als die koers niet boven de 11 euro komt. Namelijk tot 11 euro ga je die optie niet gebruiken. Dat betekent gewoon dat je hebt wel 1,50 euro betaald, maar je gaat niet tot 11 euro ga je niks betalen. Tussen de 11 euro en de 12,50 euro maak je minder verlies. Maar je maakt nog steeds verlies. Je hebt die optie namelijk voor 11 euro, of je mag hem voor 11 euro kopen, maar je hebt er 1,50 euro voor betaald. Dus tot 12,50 euro maak je er geen winst mee. Nou, na 12,50 euro ga je gewoon winst maken. Dat is eigenlijk oneindig. Nou, zeg even dat het tot 15 euro is, dan heb je 2,50 euro winst gemaakt. Namelijk voor 15 euro. Je mag hem voor 11 kopen, maak je 4 euro winst. Maar je hebt 1,50 euro betaald. Ik hoop dat dit grafiekje een beetje helpt om het iets duidelijker te hebben. Maar vanaf 12,50 euro ga je dus winst maken. Nou, stel je hebt dit, dan houden we er nog wat begrippen bij. Dat heet out of the money. Tot 11 euro. Ik zie het pijltje niet helemaal goed staan. Maar tot 11 euro heet het out of the money. Oftewel, je verdient er geen geld mee. Het aandeel is nog niet boven die prijs. Bij 11 euro spreek je at the money. Dat betekent, nou, hij staat nu op de prijs waarop ik geld kan gaan verdienen. Of minder verlies kan gaan maken in het begin. Daarna heb je in the money. Dat betekent dat die optie in the money is. Oftewel, je kan er geld mee gaan verdienen. En dat heet dan in the money. Dus daarvoor de uitoefenprijs is hij out of the money. Op de uitoefenprijs is hij at the money. En daarna is hij in the money. Er wordt een beetje gediscussieerd of je dit nou moet weten voor je examen. Het is nooit verkeerd om dat nu even te noemen. Nu gaan we door naar een put-optie. En een put-optie betekent dat je het recht hebt om te verkopen voor een bepaalde prijs. De koers is 10 euro. Laten we daar weer even van uitgaan. Je koopt nu alleen een put-optie voor 1 euro. En dan mag je hem verkopen voor 9 euro. Nou, op 1 januari 2021 ga je dus 1 euro besteden. Dus je staat min 1 euro. Vervolgens blijkt dat die beurskoers flink is gekelderd. Hij was 10 euro en hij is nu na 2 maanden 7,60 euro. Maar dat is fijn, want jij hebt een put-optie. En met die put-optie betekent dat je hem voor 9 euro mag verkopen. Dus call-optie, dan mag je iets kopen. Bij een put-optie mag je iets verkopen. Je mag hem voor 9 euro verkopen. Hij is 7,60 euro. Dus je koopt een aandeel van 7,60 euro, om even zo te zeggen. Zo moet je het een beetje voor je zien. En vervolgens verkoop je die voor 9 euro. Dus je hebt 1,40 euro winst. Nou, in dit geval geldt ook 1 euro. 1,40 euro winst. Je hebt gewoon 40 cent winst gemaakt. Je ziet het, 1 euro betaald, 1,40 euro winst. 40 cent winst. 40% rendement. Dat is een vrij hoog rendement. Dus hiervoor geldt hetzelfde. Je pakt de uitoefenprijs. Dat is 9 euro. Minder beurskoers is 7,60 euro. Dat betekent dat je 1,40 euro winst hebt. Maar je hebt wel 1 euro voor zo'n optie betaald. Nou, in een grafiekje ziet dat er weer als volgt uit. Je maakt eigenlijk winst bij een veel lagere prijs. Dus hij is een beetje omgekeerd. Tot 8 euro maak je namelijk winst. Hoe lager die koers, hoe hoger je winst ook wordt. Na 8 euro maak je verlies. Namelijk, je hebt 1 euro betaald voor iets wat 9 euro waard is. Dus tot 9 euro heb je, bij 9 euro heb je 1 euro verlies. Meer dan dat wordt het ook niet, want dan ga je natuurlijk je optie niet gebruiken. Je krijgt het niet verkocht voor 9 euro, maar zo te zeggen. Maar met 8 euro, daar is het kantelpunt. Vanaf daar daaronder ga je winst maken, daarboven maak je verlies. Nou, wat doe je hier nou mee? Er is ooit een keer een aanslag geweest op nog een keer voetbal. Excuus daarvoor als je het niet leuk vindt. Maar er is ooit een keer een aanslag geweest op het Borussia Dortmund, de spelersbus. En die man had allemaal put-opties. Dus die mocht voor een bepaald bedrag Borussia Dortmund aandelen kopen. Of verkopen, excuus. Ja, wat hij natuurlijk heel graag wilde, was dat die beurskoers van Dortmund heel erg zou dalen. Ik liet net al zien dat hoe lager die koers is, hoe hoger eigenlijk je winst is. Dus wat wilde hij? Hij wilde dat die koers heel erg ging dalen. En hij had dus bedacht, ik koop allemaal put-opties. Nou, voor een heel laag bedrag, want hij ging op een hele lage, van het aandeel ging hij kopen. Dus hij zei, ik wil Dortmund aandelen voor een bepaald bedrag kunnen verkopen. En hij dacht, die aanslag naar pleeg, dan gaan al die spelers dood. Het is wel een beetje een luguber verhaal. Maar dan keldert natuurlijk het aandeel van Dortmund heel erg. Nou, en op het moment dat dat heel erg is gekelderd, dan heb ik een put-optie. Hij is zelf zo ontdekt. Ze hebben op een gegeven moment zagen ze dat iemand heel veel put-opties ging kopen. Voor eigenlijk een belachelijk laag bedrag. En zo is hij ook opgepakt. Maar dit is dus, je kan met put-opties, als je iets mag verkopen voor een bepaald bedrag. En je zorgt gewoon dat het heel erg keldert. Dan is het interessant. Dus die CKW die wilde wat geld verdienen. Nou, nu nog de short en de long posities. Even belangrijk, het beschermen van aandelen. Je hebt dus een call en een put-optie. En naast het kopen, wat ik net vertelde, dan heb je het kooprecht. En bij een put-optie, als je dat koopt, heb je het verkooprecht. Kan je ze ook uitschrijven. We gaan straks een koopoptie uitschrijven. Dat betekent dat je dan moet leveren voor een bepaald bedrag. Maar dan verdien je geld door het feit dat jij zo'n optie verkoopt. We gaan er naar kijken. Je kan ook een put-optie verkopen of schrijven. Op dat moment gaat iemand jou ook, maar dan moet je hem kopen.
Nou, laten we even gaan kijken. Laten we eerst beginnen met een short positie. Zo heet dat. Dan ga je het aandeel beschermen met de koop van een put optie. Dus wat je doet, je hebt een aandeel van jou. Ik heb het even jou genoemd. Op 1 februari 2020. En die koop, dat is 26 euro. Vervolgens ga je een put optie, koop je ook voor 1,20 euro. En die loopt af op juni, in juni. En die mag je dan, juni 24, betekent dat je mag verkopen voor 24 euro. Nou, wat betekent dat nu? Dan heb je een bescherming vanaf 22,80 euro. Namelijk, je mag op elk moment die optie mag je gaan verkopen voor 24 euro. Dat betekent dat als hij eronder komt, ga je hem natuurlijk voor 24 euro verkopen. Want je hebt dan je optie. Je mag hem op elk moment verkopen voor 24 euro. Dus lager dan 24, dan verkoop je hem en dan verdien je er geld aan. Het ding is natuurlijk alleen dat je ook nog 1,20 euro hebt betaald voor die optie. Dus je hebt nog 1,20 euro betaald voor die put-optie. Dus je verkoopt hem wel voor 24 euro. Maar plus die 1,20 euro betekent dat je eigenlijk nooit een verlies kan maken lager dan 22,80 euro. Daar hoop je natuurlijk niet op. Maar op het moment dat hij onder de 24 komt, verkoop je hem. Heb je er wel een verlies van 2 euro plus die 1,20 euro. Dus je maximale verlies is 3,20 euro. Maar je bent wel beschermd in ieder geval voor een bepaald bedrag. Nou, zie dat er ook uit in een grafiekje. Bij 27,20 euro ga je ook wel pas winst maken. Dat is het nadeel van het beschermen. Dus je hebt wel een bepaalde onderlaag, maar vanaf 27,20 euro ga je pas winst maken. Want je hebt 26 euro een aandeel gekocht. Maar je moet ook nog je 1,20 euro terugverdienen voor die put-optie. Vanaf 24 euro heb je gewoon 3,20 euro verlies. Namelijk dan ga je hem verkopen. Je hebt het recht om te verkopen voor 24 euro. En je kan natuurlijk veel meer winst maken. Bij 33 euro zou je 5,80 euro hebben. Maar wat je doet, je beschermt dus de onderkant. En let dus goed op dat je ook moet betalen voor het feit dat je die optie koopt. Dat zie ik nog wel eens fout gaan inbreken. Dit heet een aandeel met een short call. Dus je kan dan dat betekent dus dat je ervoor zorgt dat die ondergrens bestaat. Ik ga er zo nog iets meer over zeggen. Je kan ook een call optie verkopen. En dat betekent dat je voor 27 euro... Je zegt tegen iemand, je mag een aandeel van mij kopen voor 27 euro. En daar betaalt diegene jou 1,50 euro voor. Dus je moet even goed bedenken, daar betaalt diegene je 1,50 euro voor. Dat betekent dus dat je beschermd bent tot 24,50 euro. Namelijk, je hebt namelijk al een beetje geld verdiend. 26 euro, op het moment dat die niet hoger wordt... heeft iemand niet boven de 27 euro komt, heb je al 1,50 euro verdiend. Dus, want diegene gaat natuurlijk hem alleen voor jou kopen als hij boven de 27 euro is. Dus belangrijk, je bent beschermd tot 24,50. Dat ziet er als volgt uit. Bij 24,50 heb je dus geen winst of verlies. Dus als die koers 24,50 wordt, dan heb je geen winst of verlies. Maar als die hoger wordt, heb je gewoon een winst. Namelijk, je hebt hem verkocht voor 1,50 euro. Je hebt al 1,50 euro verdiend. Dus op het moment dat die hoger zal worden, heb je in ieder geval iets winst gemaakt met die 1,50 euro, om even zo te zeggen. Je maximale winst is ook wel 2,50 euro. Nou, waarom is dat nou zo? Dat verlies kan wel onbeperkt zijn. Maar bij 27 euro, dan gaat, als die daarboven komt, gaat diegene natuurlijk zijn optie gebruiken. Dus op het moment dat die daarboven komt, gaat hij op een gegeven moment zijn optie gebruiken. Dus jouw winst is maximaal 2,50 euro. Namelijk 1,50 euro voor het feit dat je hem verkocht hebt. En 1 euro voor het feit dat je wel een koerswinst hebt van 26 naar 27. Nou, wat kan je nu doen? Je kan eigenlijk een aandeel helemaal gaan beschermen. Je gaat een put-optie kopen voor 23 euro, bijvoorbeeld voor 80 cent. En je gaat een call-optie verkopen voor 1 euro, maar iemand mag hem dan voor 29 euro van je kopen. Belangrijk is dat je nu eigenlijk al 20 cent winst maakt. Je koopt iets voor 80 cent en je verkoopt iets voor 1 euro. De maximale winst is dan 3,20 euro. Namelijk, op het moment dat je hem verkoopt voor 29 euro, als hij boven de 29 is, dan gaat iemand hem van jou kopen. Je hebt namelijk een call-optie verkocht, dus iemand heeft recht om voor 29 euro voor jou te kopen. Dus dan maak je 3,20 euro winst. 3 euro het verschil tussen de koers en 20 cent voor het feit dat je hebt al 20 cent verdiend aan die verkoop en die aankoop van die optie. Maximale verlies is 2,80 euro, want je hebt een put-optie, het recht om te verkopen bij 23 euro. Dat betekent 2,80 euro, waarom? Je verdient 3 euro op het moment, hij is flink gedaald. Hij is 3 euro gedaald, dat is natuurlijk een verlies. Maar je hebt nog wel 20 cent gewonnen door het feit dat je die opties hebt aangekocht en hebt verkocht. In een grafiek betekent dat dus dat bij 25,80 euro is je kietpunt. Namelijk, je hebt 20 cent winst sowieso al. Dus bij 25,80, als dat de koers zou worden, dan heb je geen winst of verlies. Dan verkoop je hem, heb je 20 cent verlies. Maar met die opties heb je 20 cent winst gemaakt. Bij 23 euro ga je gebruik maken van die put-optie.
Dan heb je wel €2,80 verloren. €3 voor het feit dat het aandeel €3 is gedaald. Nog wel 20 cent winst. En bij €29 heb je €3,20 gewonnen. En in die range kan je natuurlijk nog steeds winst en verlies maken. Maar het zal nooit hoger of lager dan deze bedragen worden. Nou, laatste. Wat is dan short en long gaan? Een short positie is dus dat je is het verkopen van effecten die men niet in bezit heeft. Om zo te kunnen profiteren van een daling van de beurskoers. Dus je gaat short op iets, op het moment, je neemt ook een short positie. En dat doe je door put-opties vooral te kopen. Dus je denkt dat een aandeel gaat dalen. En op het moment dat dat zo is, ga je short, zoals dat heet. En dan koop je dus een put-optie. Nou, je kan ook short gaan op je eigen aandeel. En dan bescherm je jezelf tegen een daling. Je zou ook aandelen kunnen huren, maar dat mag als particulier helemaal niet. Dat mogen alleen professionals. Dan ga je dat ingewikkelde constructie, als je dat wil weten, moet je dat maar even googlen. Ga ik nu niet uitleggen. Een long positie is juist dat je denkt dat het gaat stijgen. Nou, als het gaat stijgen, kan je natuurlijk gewoon een aandeel kopen. Dan ga je ook long, zoals dat heet. Maar je kan ook een call optie kopen. Als je denkt dat het heel erg gaat stijgen, dan ga je een call optie voor een bepaald bedrag kopen. En dan hoop je daar een beetje winst mee te maken. Nou, dat is short en long gaan. Heel veel uitleg. Ik hoop dat je het een beetje begreep. Misschien dat je begin nog een keer terug moet kijken. Die basis is heel belangrijk. En dan kan je nog wat opgaves oefenen hieronder. Ik wens je veel succes met call en put opties. Tot de volgende video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Klik op de link onder de video om gratis toegang te krijgen tot alle vakken, alle onderwerpen, inclusief oefenopgaven. Heel fijn als je ook nog even een like geeft aan deze video en je abonneert op ons kanaal voor meer video's.